Raymond, opnieuw een titanenstrijd tussen jou en Michael van Gerwen. En dan kijk ik naar 3 sets en dan staat er 2-1 voor hem. En denk dat dat eigenlijk 3-0 voor jou moeten zijn. Ja, dus. Ja. En dan is het verhaal, het missen van de dubbels? Ja, dat lijkt me duidelijk. Ja. Je knokt je terug in de wedstrijd. Helemaal. Iedereen denkt, zeker in die laatste set, wat kom je voor met 1-0 in legs? Weet je wat nou zo raar is? Ik heb me in al die 3 wedstrijden hiervoor nog nooit zo goed gevoeld als vanavond. 3 wedstrijden hiervoor voelde ik me gewoon echt gespannen en rustig op het podium. En vanavond was het precies omgekeerd. Heel rustig met ingooien en op het podium. Ja, het leek wel gestrest en paniek. Eerste set, weet je. 3 paarden dubbel 18 missen. Dan weer 96 missen, 2 pijlen. Ja, daar ga je natuurlijk ook tegen jezelf lopen werken. Hè? En ik had op een gegeven moment geen geloof meer in. Ik denk, ja, volgens mij ging elke set tegen de darts in. Ja. Ik denk, waar gaat dit over, joh? En ja, hij had ook legs erbij waarvan ik dacht van, joh, ja, wat ben je aan het doen? Weet je, zo ken ik je helemaal niet. En als er wel een kans was, dan was het wel vanavond. Maar ja, wat gebeurt er dan op die dubbel 16 in die laatste set, joh? Het mag gewoon niet. Ik denk, dan knok je zo terug. En dan 3 paarden dubbel 16, 2-1 voorkomen, 2-1 achter. En hij heeft de darts. Ja, onvergeeflijk. Ik ben helemaal leeg natuurlijk. Wat moet je nou nog? Ja.